De Anton de Kom Universiteit Suriname, ADECUS, bestaat op 1 november 50 jaar. In dit kader heeft het bestuur reeds verschillende activiteiten georganiseerd. Het thema van de jubileumactiviteiten is kennis als motor van ontwikkeling. Jack Menke, voorzitter van het bestuur van ADECUS, vindt dat 50 jaar reden genoeg is om feest te vieren. Echter moet er volgens hem ook nagedacht en gereflecteerd worden en moet er ook een terugblik geworpen worden op de afgelopen 50 jaren. Menke benadrukt dat kennis gemaakt moet worden tot de motor van ontwikkeling. Een andere stap is dan ook de PhD-opleiding die in oktober van start gaat, zegt de voorzitter trots. Dat is dus een school die zorgt voor het opleiden van mensen die minimaal een master hebben tot PhD, dus tot doctor. In een bepaalde wetenschap. Die school gaat officieel in oktober van start. En het is inderdaad ook een ongelofelijke mijlpaal, omdat er bijna 10 jaar niet geëxperimenteerd is, maar een pilot is gedraaid, die ook PhD'ers heeft afgeleverd op de universiteit. En nu gaan we eigenlijk ook in partnerschap met internationale buitenlandse universiteiten de PhD-school laten starten in oktober met ongeveer 30 studenten, dus 30 afgestudeerde masters van verschillende disciplines. Die gaan eigenlijk in een nieuw traject van de Anton de Kom Universiteit zitten. En ik moet zeggen, dat is ook een ongelofelijke mijlpaal in het kader van kennis als motor van ontwikkeling. Menke zei verder dat er een enorme belangstelling is om een doctorale of PhD-graad te behalen. De Anton de Kom Universiteit heeft in de 50 jaren geen voorzieningen getroffen om de opleiding financieel aantrekkelijk te maken voor de student. Wat eigenlijk jammer is, vindt Menke. En dat komt omdat er niet een breed beurzensysteem is. Dus geen financieringssysteem is geweest. En het is mondjesmaat wel ontwikkeld vanuit de NOB. De NOB, ik weet het percent, het aantal studenten niet. Ik dacht dat het meer, maar niet alleen met Anton de Kom, maar meer dan 3000 moet zijn, die kleine bedragen aan studiefinanciering krijgen. Maar het probleem van de Anton de Kom Universiteit is dat er alleen maar inschrijfgeld wordt betaald voor de bachelorstudie. En zelfs dat wordt al te hoog gevonden door een belangrijk deel van de samenleving die 1500 die nu 1850 is geworden. Weet je, daarvoor wordt er ook nog gediscussieerd dat het voor, weet je, de minder gegoede gezinnen dus te veel is. De oplossing die we zouden moeten brengen is eigenlijk vrij eenvoudig. En dat is dat we een goed studiefinancieringssysteem in het leven roepen. Jack Menke, voorzitter van het universiteitsbestuur. Hij sprak vanmorgen tijdens een persconferentie in het kader van het 50-jarig bestaan van de universiteit, die op 1 november wordt gevierd. De persconferentie vond plaats in de University Guesthouse aan de Leesweg.